Wilco Kelderman, we staan aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Hoe kijk je terug op 2016? Ja, een beetje met gemengde gevoelens. Op zich zag het er af en toe heel goed uit. Twee keer geel gedragen in een World Tour wedstrijd. En dan liep het niet helemaal af zoals ik het wou. Natuurlijk wat tegenslagen gehad, ook wel weer goede resultaten geboekt. Maar op zich, het gevoel over het algemeen was niet super. Dus wat pech gehad en dat was jammer. In 2016 moeten we weer vergeten. Dus. Nu zit je bij een nieuw team, Team Sunweb. Ja. Hoe bevallen de eerste weken? Ja, eigenlijk heel goed. Deze ploeg heeft me echt positief verrast. Wat Ivan heeft neergezet met een heel team. De ploeg die er staat, Sunweb, structuur, de communicatie. Alles is echt super professioneel en super goed. En je merkt gewoon dat het... Dat het super goed staat en alles heel duidelijk is en daardoor dat het gewoon heel fijn werkt. En je merkt ook dat er echt wordt gewerkt aan een team te smeden. En dat bevalt me wel. Ik heb wel een aantal keer samengezeten met de jongens. En de doelen zijn heel duidelijk en heel goed. En daardoor ben je wel extra gemotiveerd. Ja. Ja. Na een aantal jaar Lotto Jumbo ben je overgestapt. Mm-hmm. Eerder zei je dat je had het gevoel dat er eens een stap nodig was. Mm-hmm. Waarom was die nodig? Ja, soms heb je gewoon wat nieuwe prikkels nodig. Ik zat al 5 jaar bij de ploeg en het was gewoon een hele gezellige ploeg. Het zijn bijna je vrienden eigenlijk. Het is gewoon een hele echte ploeg. En daarvoor zou ik eigenlijk niet willen weggaan, maar je wilt toch sportief verbeteren. Ik had het gevoel dat het allemaal een beetje normaal werd en ik zag niet meer zo die uitdagingen en dat Frank een vrije gevoel ik wou er gewoon een nieuwe prikkel aan gewoon lekker gaan koersen op gevoel en dat had ik gewoon even nodig van een andere ploeg. Voelde je ook een beetje in de diepe gegooid bij Lotto Jumbo qua kopmanschap, dat het misschien te snel ging? Ja, misschien ging het iets te snel, maar dat ligt dan meer aan mezelf. Zelf heb je natuurlijk verwachtingen na een heel goed jaar, 2014 of zo was dat denk ik. Mm-hmm. En heb je verwachtingen en dat spreek je dan ook uit en dan wordt er gewoon voor jou gewerkt. En dat is niet helemaal gelopen zoals ik altijd wou en wat tegenslagen had. Misschien was het iets te vroeg, dat weet ik niet. Dat is altijd moeilijk zeggen achteraf. Het belangrijkste is wel dat ik er gewoon heel veel van geleerd heb. En daar weer verder op kan bouwen, zeg maar. Ja. 2017 ga je samen met Tom Dumoulin naar de Giro. Ja. Je gaat hem bijstaan. Is dat ook een geleidelijke stap naar jouw eigen kopmanschap? Nou, zo zie ik het niet zo. Ja, ik heb een aantal koersen waar ik voor mezelf kan rijden, waar ik ondersteund word. Waarschijnlijk ook wel een keer door Tom. Het is meer op het oog van, we hebben een hele sterke ploeg. We hebben een aantal goede klassementsrenners. En het zou eigenlijk alleen maar beter zijn als we elkaar ook helpen. En daarvoor is de Giro zo eigenlijk gepland, zeg maar. Tom wil er een hoofddoel van maken en ik kan hem daar super bij ondersteunen. En zo is dat eigenlijk gekomen en daardoor kunnen we eigenlijk alleen maar sterker zijn. Zie je dit jaar ook als een leerjaar en dat dan in 2018 jezelf voor een grote ronde wil gaan? Ik zie het niet per se als een leerjaar. Ja, de grote rondes worden natuurlijk altijd extra uitvergroot. Maar ik vind ook de wedstrijden van een week vind ik ook heel erg belangrijk. Daar mag ook wel eens de focus op liggen. Grote ronden zijn natuurlijk heel interessant, maar het hoeft niet per se altijd een doel te zijn, zeg maar. Nee. Welke wedstrijden van de week hebben zijn voor jou een doel? Roemandië heb ik rijk dan voor mezelf. Polen. Down Under dan over 2 weken. Ja. Er zijn een aantal koersen waar ik dan voor mezelf even wel te rijk dan nog. Zin in het nieuwe seizoen? Ja, heel veel zin. Ja.